groen ondernemen, dat is iets integreren in je bedrijfsvoering. Niet omdat bedrijven dat doen om de wereld beter te maken, maar vooral heel ordinair voor hun eigen belang. We zijn nog niet van een lineaire economie naar een circulaire economie. Er zijn nog een heleboel dingen, nou ja, een heleboel obstakels eigenlijk. En daar wil ik het eigenlijk ook heel graag met jullie over hebben, want hoe komen we daar wel? Je ziet dat misschien een flink aantal jaren terug met name de overheid was, die een soort stip op de horizon zette. Vandaar moeten we naartoe. Denk ik dat steeds meer ondernemingen die rol op zich nemen, dat die voor zichzelf die stip op de horizon zetten. We zijn als bouwer steeds meer aan het zoeken naar partnerships, naar netwerken. Ervan overtuigd dat we het allemaal niet meer alleen kunnen, maar dat je samen veel meer bereikt. Daarom ben ik hier aan. Duurzaamheid begint ook bij het bedrijfsleven. Zonder business case wordt de wereld niet duurzamer. Er zijn steeds meer bedrijven die denken in termen van natuurwinst of verlies. Wij denken dat er echt winst gemaakt kan worden, niet alleen aan het eind van de productieketen, maar ook aan het begin van de productieketen, door dingen te verduurzamen. De potentie die afvalverwerking lokaal heeft, daarin zit een heleboel energie. En die is natuurlijk een aantrekkelijke voedingsbodem voor nieuwe productie. De wereld van ondernemers is een andere dan die van ons. En wij zijn op zoek naar een goede vorm om te kijken van wat kunnen wij met onze kennis voor ondernemers betekenen. En als we zo groen integreren in ons ondernemerschap, dan is groen niet meer een restpost, dan is groen een input waar we allemaal blij mee zijn en die een verrijking is van economisch en maatschappelijk bestaan.